Hey hoi, help je meezoeken? Pepijn wil namelijk wel eens weten welk beest 's nachts de vuilnisbak leeg eet. En hij krijgt de verrassing van zijn leven. Het is een trol. Trubbel heet hij. En hij wordt al snel Pepijns vriend. Maar Trubbel is niet de enige trol in het Nevelwoud. Hij woont in een grot bij zijn opa. En opa Trol wil niets liever dan weer eens een recept maken uit zijn mensenbeestenkookboek. Oh nee, hoe gaat dat nou aflopen? Je leest het in Trubbel de Trol van Reggie Nauws. Kom.